Dag jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij Handig. Voordat ik ga beginnen met deze video wil ik iedereen even vragen om linksonder te kijken en je te abonneren op ons YouTube kanaal. Op deze manier blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste en handige video's. Wij hebben de afgelopen week hebben we best veel vragen gekregen van mensen of er iets bestaat wat kan helpen tegen snurken. Nu komt dat probleem natuurlijk best veel voor bij mensen, dus ben ik op zoek gegaan voor jullie op internet. En daar ben ik op een speciale soort smoothie uitgekomen. En die ga ik vandaag voor jullie maken. Wat je hiervoor nodig hebt is gember. Dat is die lekkere wortel die vaak gebruikt wordt in de Aziatische keuken. Maar ontzettend gezond voor je. Een van de gezondste wortelen die te vinden is. Dus ik zal iedereen aanraden om hier wat vaker mee te koken en vaker te gebruiken. Want het is overheerlijk. 2 appels. 1 citroen. En ongeveer 4 worteltjes. Dat gaan we straks vermengen met een klein beetje water. En dan ga ik jullie ook vertellen wat ik er persoonlijk van vind. We gaan beginnen met de gember. Het is belangrijk met de gember dat je het eerst eventjes doormidden snijdt. En dan de schil eraf gaat snijden. Dat kan je natuurlijk ook met de kaasschaap proberen. Maar of dat zo effectief is, weet ik niet. Zorg er alsjeblieft voor dat je niet te veel gebruikt. Want het heeft namelijk een hele sterke smaak. En het kan heel snel kan het je drankje of gerecht kan het, verpesten. Of kan het juist heel goed maken. Dus let hierop. En die doen we lekker in de blender. Zo. Dan gaan we nu de citroen erin doen. Wil je ervoor zorgen dat de pitjes uit de citroen gefilterd worden, hou je hand gewoon in een klein kommetje en knijp de citroen erbovenuit. Dan vang je alle vieze stukjes op die meekomen. En natuurlijk, om niet te vergeten, een heel klein beetje water om het eindresultaat een beetje te verdunnen. Dat je geen dikke drap hebt straks. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. We gaan. Oké, het is tijd voor de test om te kijken hoe dat nou echt smaakt. Ik heb heel veel positieve verhalen gelezen. Maar het is natuurlijk aan mij om nu te proeven hoe het is. Nou ja, zoals je ziet, ziet het er vrij goed uit. Het ruikt ook best lekker. Het is een beetje dik. Dus ik kan mensen nog aanraden om misschien een beetje te vermengen met vruchtensap. Maar vergeet niet, mocht het drankje niet helpen tegen snurken, heb je in ieder geval je dagelijkse porties vitamine ingenomen. Ik wil eigenlijk niet verkeerd. Ja, proeven? Nee, dankjewel. Nou? Nee. In ieder geval. Ik geloof je wel. Als jij deze tip nou leuk vindt en ik begrijp best dat de jongere kijkers misschien niet zo erg van worteltjes en van groenten en zo houden. Het is ontzettend gezond en ik kan het iedereen aanraden. Wil jij dan nog meer van deze video's zien? Klik dan even linksonder op abonneren. En dan houden we je meerdere malen per week op de hoogte. En vertellen we je nog veel meer handige tips die je kunt gebruiken. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig!